In dit filmpje van een organisatie voor eerlijke handel speelt hij de slechterik, die een arme boer ervan langs geeft. Ook in andere films speelt hij vaak de bad guy. Ik vind stiekem eigenlijk best wel een beetje spannend om aan te bellen. Hoi. Oh, je moet niet bang te zijn hoor, ik ben gewoon een vriendelijke reis. Nee joh, gekkie. Kom hier. Allemaal goed. Olivier Richters, zo heet de Nederlandse reus, is gelukkig heel aardig. Nou, ik ben precies 1,70 meter lang. En jij? 2,18 meter. En ik weeg 65 kilo. Jij? 155. Hoe is het om zo lang te zijn? Alles went, maar het is vooral voor de andere mensen vooral heel erg chockerend vaak. Ja, nou ja, voor mij, ik kijk er op iedereen neer en ik moet heel veel bukken. En natuurlijk, ik kan niet zomaar kleren overal kopen. Je bent niet alleen heel lang, maar je bent ook nog eens een keer heel breed. Ja, dat is 10 jaar lang naar de gym toe gaan. Ik beschouw het ook echt als een beroep, mijn lichaam. Dat is echt onderhouden en verbeteren en eraan werken. Olivier doet fotoshoots en is acteur. En nu doet hij dus mee aan een reclame voor een goed doel. Wat ze hebben gemerkt is dat katoenboeren eigenlijk niet altijd eerlijk betaald krijgen voor hun katoen. Die boeren zijn erg arm en leven in slechte omstandigheden. De bedoeling van de actie is dat stoffenfabrieken en kledingverkopers de boeren meer gaan betalen voor hun katoen. Zodat het geld eerlijker wordt verdeeld. Jij bent eigenlijk de slechterik in die reclame. Ik beschouw mezelf echt niet als de slechterik, maar dat is het leuke van acteren, dat je iemand anders kan zijn. Er is ook een documentaire over zijn leven gemaakt. Daarin zitten ook foto's van toen hij jonger was. Op mijn 14e was ik al 2 meter, dus op mijn 14e stak ik al boven de leraren uit. En ja, op mijn 17e was ik al 2 meter 13 en op mijn 19e 2 meter 18. En toen ben ik dus gestopt met groeien. En toen ben je in de breedte gaan groeien? Ja. Ja, het was echt, ik groeide op een gegeven moment gewoon 4 centimeter per maand. En dan word je gewoon zo uitgerekt en dan valt niet tegen op te eten. Dus je wordt echt heel dun en lang. En dat is eigenlijk de eerste reden waarom ik naar de sportschool ging en meer ging eten om meer in verhouding te komen. Ja, hoeveel moet je eten dan? Dat begint al met 6 eieren, 150 gram havermout, nog een shake erbij. Nou, mijn vriezer zit echt vol met vlees. Pas laatst eet ik echt enorm veel eieren. Ik zit eigenlijk op 12 eieren standaard per dag. Hou je dan nog wel van ei? Ik maak ze steeds anders. Dus één keer gekookt, andere keer een omelet, dan scrambled. Hij eet om de 2,5 uur, 7 keer per dag. En nog 1 keer 's nachts wanneer ik wakker word om naar de wc te gaan. Ja. Echt? Dus mijn laatste maaltijd is eigenlijk om 4 uur 's nachts. Door zijn lengte en al dat trainen wordt hij veel gevraagd voor actiefilms. Binnenkort komen wel 6 grote Hollywoodfilms uit waarin hij speelt. Hij kan het zelf nog nauwelijks geloven. Ja, ik heb echt tranen gelaten van blijdschap. Van jeetje, ik kom in Marvel terecht en de Kingsman en niet normaal.